Ik hoor wel eens vaker van spelers dat het na een verliesbeurt wel lekker is om zo snel mogelijk weer aan de bak te mogen. Hè? Ja. Hoe sta jij daarin? Wedstrijden spelen is sowieso het leukste wat er is. Dus voor mij mag het altijd. Nu hoef je niet op dinsdag die zware training te doen, maar mag je een wedstrijd spelen. Dat is altijd leuker. Ja. Bekertoernooi met eigenlijk een heel mooi affiche. Als er publiek bij was geweest, ja. Denk ik. Ja. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, tuurlijk, normaal gesproken is het een soort van derby omdat je dicht bij elkaar zit. Ja, nu is het natuurlijk wel een heel ander gevoel. Zeker omdat je die interactie met het publiek gewoon niet hebt. Ja, en die mis je gewoon. En dat is de realiteit. Mm-hmm. En daar moeten we gewoon mee omgaan. Ja, je zegt dat mis je gewoon. Kun je uitleggen hoe dat gaat zo de laatste weken? Helemaal lege stadions. Want wij horen dan op televisie hoor je dan tenminste nog wat stadiongeluid. Ja. Maar voor jullie is het helemaal stil. Ja, desolate sfeer. Het is gewoon... echt verlaten. Er is gewoon echt niemand. Dus je hoort ook geen reactie. De interactie met het publiek mis je heel erg, vind ik. Ja. Dus een bal net naast, of nou thuis of uit publiek is, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ja, natuurlijk maakt het uit, maar ik bedoel meer qua reactie, dan gebeurt er iets. En er wordt gereageerd op de dingen die er op het veld gebeuren. Ja, nu is het een beetje een doodse stilte. En juist ook bij bekerwedstrijden, waarin het soms wel echt kan spoken. Ja. Ja, dan is juist die reactie vanaf de tribune... Die maakt het een beetje, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Wij willen voetbal spelen voor het publiek en niet voor lege stadions. Daarvoor ben je niet op voetbal gegaan, tenminste ik niet. Nogmaals, dat missen we gewoon. En dat is nou eenmaal hoe het is. We moeten met de situatie omgaan en het is zoals het is. Benaderen jullie dit nu als een heel andere wedstrijd, omdat het een bekerwedstrijd is? Nee, dat denk ik niet. Okay. Nee, wedstrijd is een wedstrijd en die willen we altijd winnend afsluiten. Het zal wel voor het eerst zijn dat je dus een wat drukker programma hebt qua wedstrijden. Maar jij zei al, dan worden de trainingen daar ook op aangepast. Ja. Dus, maar toch, is het in die zin wel zwaarder? Nou, onze dinsdagtrainingen, ik weet niet of je die al eens gezien hebt, die zijn vrij pittig, moet ik zeggen. Dus misschien kun je wel beter een wedstrijd spelen. Nee, ja, het is zoals het is. Wij zijn voetballers, we willen altijd voetballen. En ik speel liever wedstrijden dan dat ik train. Mm-hmm. Dus voor mij mag het elke week wel. Ja, dan ik weet niet in hoeverre jij de eerste divisie in de gaten houdt, maar heb jij een beetje een beeld van de Graafschap? Ja, sinds een jaar of drie zit ik aardig in de eerste divisie. Ja, hoe dan? De Graafschap heb ik wel een paar keer gezien. Ik ken ook wel aardig wat spelers die daar spelen, dus voor mij is het niet een onbekende ploeg. De trainer bestempelde ze zelfs een beetje als een ploeg met een Duitse mentaliteit, nadat ze afgelopen weekend weer zo laat toch toesloegen. Is dat iets waar jullie extra... rekening mee hebben gehouden in de voorbereiding, van daar moeten we op bedacht zijn? Nee. Okay. Nee, we moeten gewoon winnen van de Graafschap thuis. Ik wou zeggen voor een volle veste, maar helaas niet. Dus nee, dat is niet iets waar we nu extra op alert zijn. Je moet altijd alert zijn en dat is altijd zo. Of het nou in de blessuretijd is of in de eerste minuut, dat is geen verschil. We moeten tegenstanders bij jullie ook alert zijn in de eerste minuut. Zeker weten. Ja, ik kan ze waarschuwen. Ik wil iets anders vragen. Oh ja, Luka Ilić is vandaag aangesloten. Ja. Misschien wel lastig, maar één training. Maar hoe kwam hij op jou over? Ja, goed. Maar wat jij zegt klopt, het is één training. Helaas moest hij zo lang in quarantaine. Dat is voor de jongen heel lastig natuurlijk. Maar hij is erbij en eerste indruk is supergoed. Hij kan goed voetballen, dat zie je wel. Hoe gaat het met jou? Het ziet er op het veld alsof je lekker in je vel zit. Maar... Ja, dat is ook zo. Ja, voor mij is het heel fijn. Ik speel veel en ik kom lekker in mijn ritme. Het is natuurlijk wel lang geleden dat ik wedstrijden echt gespeeld heb vorig jaar. Het was denk ik eind december dat ik voor het laatst in de basis stond. Dit is voor mij heel fijn en heel prettig. Ja.